De nieuwe Biesbos is een ode aan het landschap van nu. De Biesbos is onwijs veranderd. Eeuwenlang is de mens hier aan het werk geweest. En nu zijn we op het moment aangekomen dat de natuur haar gang mag gaan en de rivier op sommige stukken weer de ruimte heeft gekregen. Zoals hier in de kleine Noordwaard, voormalig polderland, is veranderd in waterland. Nou, dit nieuwe landschap is ontstaan door ruimte voor de rivier. De rivier en de Rijn en de Maas die komen hier samen in dit lage deel van Nederland. En dat betekende de afgelopen decennia dat er af en toe problemen waren met het hoge water. Mensen moesten evacueren in dorpen als Boven Harnesveld, hier vlakbij. En dit gebied zorgt ervoor dat de rivier bij hele hoge afvoeren meer ruimte heeft gekregen. En er ontstond uiteindelijk een fantastisch nieuw biesboslandschap. Vroeger werkten er in de biesbos grientwerkers, boeren, rietsnijders. Er werd een bos bijgehouden als een griend. Cultuurlijk landschap keek je in de winter van Dordrecht naar Geertruidenberg over een woud met knotwilgen. En tegenwoordig laten we een bos echt een bos worden. Dit is echt het nieuwe bos van de biesbos. Je doet Staatsbosbeheer helemaal niets. Vroeger werkten hier grientwerkers en tegenwoordig met een westerstorm kletteren de bomen om, staan de waterstanden soms heel hoog en is dit het domein van boomarters, bevers en vele spechten. Sinds 1988 zijn de bevers weer terug in de Nederlandse natuur. Bevers wonen er veel in de biesbos, met circa 117 beverburchten zijn ze niet meer weg te denken. Gehaald door de mens en sommige dieren zijn ook uit zichzelf teruggekomen. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld de boomarter. Deze plek is echt tekenend voor het nieuwe biesboslandschap. De oude traditionele biesbos ligt hierachter, de Brabantse biesbos. Dit is de Noordwaard, een gebied wat is ingericht voor waterveiligheid. Er zitten onwijs veel vogels en vissen. En dit gebied heeft ook zeker bijgedragen aan de vestiging van de visarend in 2016. Eén nest hebben de vogels gebouwd in een dode boom even verderop. En het tweede nest dit jaar is gebouwd in een hoogspanningsmast diep in de Brabantse biesbos. Ja, dit gebied is natuurlijk enorm visrijk en de perfecte jachtlocatie voor visarend en de zeearend. In de Noordwaard grazen koningspaarden, waterbuffels en Schotse hooglanders. Het gebied moet open blijven om de rivier, de merwede, de ruimte te geven en het mag niet volgroeien met wilgen. In de nieuwe biesbos krijgt de rivier de ruimte en kan de natuur haar gang gaan. De visarend en de zeearend kwamen al terug. Het is nu nog wachten op de otter en de steur.